In 2017 werd Oltremontano Antwerpen voor 5 jaar als artist in residence verbonden aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Zo kwam ik in contact met de restauratie van het retabel God de Vader met zingende en musicerende engelen van Hans Memling. De 3 bewaarde panelen die deel uitmaken van de vaste collectie van het KMSKA vormen een deel van een nog groter altaarstuk dat Memling schilderde in opdracht van het Spaanse klooster van Najera. De overige panelen werden helaas nooit teruggevonden. De panelen zijn als volgt opgebouwd. Van links naar rechts zien we de volgende instrumenten. Psalterium, tromba marina, luid, trompet de menestrel en schalmei. Het middendeel beeldt God de Vader af, langs weerszijden geflankeerd door 3 uit een koorboek zingende engelen. Het rechterpaneel toont ons een buisine, een clareta, het organetto, een harp en tot slot een vedel. De precisie waarmee Memling dit topstuk schilderde, bracht me op het idee om het schilderij te laten weerklinken, de muziekinstrumenten te laten nabouwen en er bijpassende muziek voor te zoeken. Mijn broer Koen bracht me in contact met Dirk de Hertog, die luidbouw doseert aan het Centrum voor Muziekinstrumentenbouw in Puurs. En zo spraken we samen af om de 3 panelen van dichtbij te gaan bekijken en bestuderen. Later kwamen er nog enkele andere instrumentenbouwers bij. Een van de eigenheden van deze studie was dat we vanuit de informatie op de panelen specifieke uitvoeringspraktijken konden afleiden. Ik geef een voorbeeld. De vedel staat afgebeeld met een kantelen kan. Het is hierbij gebruikelijk dat er meerdere snaren gelijktijdig worden aangestreken. Voor de vocale muziek van onze cd liet mijn collega Barbara Kabatkova zich inspireren door het hoofdthema van het schilderij. Namelijk de hemelvaart van Jezus Christus naar Gods troon en de ten hemel opneming van de maagd Maria. De hemelse treden, de hemelpoort en de troon in excelsis vormen de centrale thema's voor de Gregoriaanse gezangen die werden teruggevonden in oude gradualen uit Gent en uit Brugge. Voor de instrumentale muziek concentreerde ik me op het muziekleven in Brugge uit de late 15e eeuw. En zo horen we muziek van Jacob Obrecht, Gilles Binchois, Guillaume Dufay en John Dunstable. Het was een erg boeiende reis en geen gemakkelijke opgave om de soms verloren gegaane speelwijze van de verschillende instrumenten weer nieuw leven in te blazen. Maar de klankkleuren uit het instrumentarium van Memling, samen met de stemmen, zijn ronduit verbluffend te noemen.